We moeten met z'n allen voorbereid zijn op als het een keer misgaat. En dat is ook de insteek van de bijeenkomst waar ik net was, van waterschappen, maar ook een veiligheidsregio. Hoe bereiden wij zaken voor op een calamiteit? Ik ben majoor Arnoud Meiling. Ik werk bij het kenniscentrum Chenie. En we zijn bezig met het WTEC, Water Risk Training Expertise Center. En dat is een samenwerksverband tussen Rijkswaterstaat, Unie van Waterschappen en Defensie. En gezamenlijk bereiden we ons voor met onze kennis en expertise op een warme fase. Dus onze focus is de koude fase, door kennis met elkaar te delen, vooral materieel van elkaar te kennen en vooral te trainen en te oefenen. De trigger die ik vandaag had en ook meeneem, is dat wij als Defensie nog veel gezien worden als partijen met handjes. Het oplossen van een probleem, dat zijn we ook. Maar we zijn vooral een adviseur vooraf die mensen en partijen gaan helpen om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op calamiteit. En daarmee ook de goede vraag te laten stellen. Is wel de vraag gesteld wordt de juiste waarop we kunnen acteren of wordt toch iets anders gevraagd? Met andere woorden, we hebben een hele slag te maken om in een soort koude fase voorbereid te zijn op die warme fase. Want je gaat in je eentje het probleem niet meer oplossen, dat moet je gezamenlijk doen.